Op 17 en 18 november brengt Popcore Venrode een nieuwe musical op de planken. In basisschool De Keg wordt nog flink gerepeteerd door dirigent Max Smeets en zijn dames om de laatste puntjes op de i te krijgen. Deze keer gaan we de musical Hair brengen in een uitermate eigentijdse uitvoering, omdat de hippies intussen wat ouder zijn geworden en zich alleen nog maar kunnen herinneren wat er vroeger gebeurd is, maar dat toch op hun onnavolgbare wijze naspelen. En Hair die stond eigenlijk 10 jaar geleden ook al een beetje in de picture, maar toen hadden de dames die flair en die ervaring nog niet, die heel veel van hen nu wel hebben. En dat is de reden waarom dat wij nu met Hair komen. Het verhaal Hair speelt zich af in de tijd van de Vietnamoorlog en gaat over een Amerikaanse plattelandsjongen die opgeroepen wordt door het leger. Een verhaal waar zeker inlevingsvermogen voor nodig is. Ja, veel research, toch veel onderzoeken, veel lezen. Vooral veel lezen inderdaad over de Vietnamoorlog, want dat is toch wel een beetje weggezakt. En ja, de rassenscheiding die toen nog heel erg was. En hoe dat eigenlijk toch wel lichtelijk opgelost is, want opgelost is het dus nooit. Dus die dingen zitten er toch wel heel erg in. Het is echt niet allemaal lang leven de lol en we zingen maar een paar liedjes, want zo werkt het niet. Dan kom je er niet in. Ja, hoe zal ik dat zeggen? Het is eigenlijk een samenkomst van heel veel dingen. Hè. Het zijn de teksten. Hè, van, je zingt Engelse teksten, dus waar gaat het over? Dan moet je je in inleven. Hè, en je moet dus ook, dat was ook een opdracht van tevoren, van leef je in een persoon in die tijd, zodat je meer in het verhaal komt te zitten. En dat moet je goed voor ogen houden. Met nog 1,5 maand te gaan, verloopt het repetitieschema volgens plan. Ja, heel erg goed. Eigenlijk ben ik al voor op het schema. Maar dat moet ik ze eigenlijk niet zeggen, want daar letten ze niet meer zo goed op. Maar we staan er echt goed voor. Als je alles bij elkaar neemt, dan zijn we misschien wel al een paar jaar bezig. Omdat we zo elk seizoen een aantal liedjes doen. En dit waren 18 liedjes, dus zijn we toch vrij vroeg begonnen. We willen natuurlijk ook andere dingen doen. Maar echt volle bak aan het repeteren zijn we nu sinds maart vorig jaar zo'n beetje. Ja, want je zei net al, dames, kwebbelen. Je moet ze toch iedere keer weer in toom houden. Ja, nou, dat moet je voorzichtig zijn met je uitspraken natuurlijk. Maar je moet ze ook eens af en toe laten kwebbelen. Dat breekt de spanning een beetje. En dan kunnen ze ook bijkletsen, want ze zien elkaar vaak een hele week niet. En dan is de pauze te kort om bij te kwebbelen. Hè? Dus daar moet ik me gewoon bij neerleggen, denk ik. De liedjes stammen uit de Flower Power tijd, het tijdperk van de hippies. Een subcultuur in de jaren 60 die zich afzette tegen de kapitalistische en materialistische maatschappij. Wat heeft u meegemaakt van die tijd? Daar was ik eigenlijk denk ik nog net een beetje te jong voor. Maar je zag wel op televisie, hè, dat was toen dat grote festival Woodstock. Hè, de hippies, alles wat daar naartoe ging. Hè, en je had ook wel wat gehoord over verdovende middelen en marihuana, wat er allemaal gebruikt werd, dat wel. Hè, en dan de kleding vooral en de liedjes daar rondomheen. En dat werd dan wel breed uitgemeten in de kranten en op televisie. En dat heb ik dan wel gevolgd. Maar zelf eigenlijk niet. Ja, wij waren eigenlijk best nog wel heel braaf. De dames van Venrode vertellen tot slot graag waarom deze musical in de Schouwburg bezocht moet worden. Nou, omdat wij geweldig zijn. We zijn echt geweldig. De liedjes zijn prachtig. Iedereen kent ze. Dus ja, ik denk dat de hele zaal gewoon meezingt. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen een herbeleving is. Hè? Zeker mensen van onze generatie, maar ook onze jeugd, die kennen toch wel allemaal de liedjes. Ja. Dus het is eigenlijk een vloed van herkenning eigenlijk. Ja. Dus het wordt gewoon heel gaaf.